naam is Lopke Berkhout. Ik ben voormalig Olympisch zeiler in de 470-klasse. En ik heb meegedaan aan de Olympische Spelen van 2008 en 2012. En daarnaast 5 keer wereldkampioen in deze klasse. Ja, wat voor mij heel belangrijk is altijd om mee te nemen, zijn allereerst mijn sportschoenen. Want ja, als voormalig sporter blijf je toch altijd het liefst in beweging. En wat is er makkelijker meenemen dan je renschoenen? Die trek je aan met nog wat renkleding en je kan naar buiten en je kan fysieke training doen. Dus dat is het makkelijkste materiaal om toch de hele wereld over te kunnen sporten. Dus die gaan altijd wel mee in de tas. In het grote botenwereldje sta je veel op het achterdek en heb je eigenlijk alleen maar je broekzakken. En toch wil je een aantal spullen mee en dat is je pijlkompas, een notitieboekje zodat je even kan noteren wat er allemaal gebeurt in de races. Een beetje zonnebrand, een zonnebril. Ja, dat gaat allemaal niet in mijn zakken, dus ik heb altijd een buiktasje mee waar ik dat soort spullen dan in kan stoppen. En inmiddels is hij ook redelijk vergaan van het zout en de zon. En dan, wat ook niet kan ontbreken in de zeiltas, dat is eigenlijk wel de toolbag. Zeil is echt een materiaalsport en er zit altijd wel wat los of je hebt altijd wel ergens een touwtje of een tapeje nodig. En het is heel handig als je dat gewoon altijd zelf mee hebt, want dan hoef je niemand anders te vragen. Dus hier zit de spray in om dingen soepel te krijgen. Wat tape, wat ik al zei. Een schroefdraaier. Een stukje lijn. Gewoon allemaal basisdingen. Een aansteker, ook altijd handig. Een cap. Als zeiler zit je natuurlijk heel veel op het water, in de zon. En ja, dat is gewoon ontzettend slecht voor je huid. Dus ik smeer me altijd ontzettend goed in. Maar ook is het belangrijk dat je gewoon je hoofd beschermt. Omdat dat ook veel energie kost als daar constant vol de zon in schijnt. Dus een zonnebril en een zonneklep zijn eigenlijk een must die altijd meegaan.